Vandaag gaan we hoofdstuk 2 doen uit het boek Business Intelligence and Data Warehousing. En zoals ik jullie had gezegd, is de bedoeling dat donderdag jullie de vragen voorbereiden op pagina 47. Ik dubbelcheck nog even. Ja, de opdrachten. Niet de vragen, de opdrachten onderaan pagina 47. En de bedoeling is dan dat ik aanstaande donderdag flip in de classroom toepas. Dus dat jullie eigenlijk hier de lead nemen vooraan en die opdrachten van dat hoofdstuk toelichten aan elkaar. Heeft er iemand vragen bij de course tot zover? Nee? Vragen bij de course? Heeft iedereen het boek eigenlijk? Want ik weet dat er vorige week waren er heel erg weinig mensen. Niemand. Dus dan, Nee, daar zie ik eentje liggen. Dat volstaat. In die zin dat ik dan weet dat er wel een kopie van pagina 47 voor iedereen te maken valt. Als je de les goed luistert, en ik zal jullie ook de link naar die slideshow toesturen, dan heb je eigenlijk de kern van hoofdstuk 2, dat is het steady state model. En de opdracht bij hoofdstuk 2 heeft te maken met een toepassing op dat steady state model. Dus als jullie die opdrachten op kopie van iemand kunnen ontvangen, in combinatie met wat jullie hier in de slideshow zien, volstaat dat om eigenlijk je les van donderdag voor te bereiden. Goed, ik ga van start gaan. Dit kenden jullie al. Hoofdstuk 1 ging over gestructureerde en ongestructureerde informatie en over informatie uit de eigen business intelligence systemen en die daarbuiten. Hoofdstuk 2 is eigenlijk iets anders. Hier gaat het over hoe is zo'n proces in een bedrijf, en bij uitbreiding eigenlijk hoe is een bedrijf in zijn meest algemene vorm georganiseerd. En dit wat jullie hier zien is het steady state model. Ik ga daarop inzoomen van het operationele over het tactische naar het strategische niveau. Hai. Dus het steady state model. Operationeel, tactisch en strategisch niveau. Even kijken. De basis van wat er in elk bedrijf en organisatie gebeurt, is dat er een invoer is van verschillende, ik noem het heel even, heel bewust items, of elementen, objecten. Jullie gaan die termen terugvinden in hoofdstuk 2. Dat er een transformatie plaatsvindt en dat er een uitvoer is. Nu, dat klinkt wel heel erg abstract. Ik ga een paar voorbeelden geven. En ik ga proberen zowel een voorbeeld te geven van de productieindustrie. Ik zal het voorbeeld nemen van een auto-assemblagebedrijf. En van een dienstverlenend bedrijf. En ik zal mij richten op een airline company. Wat is invoer voor een auto-assemblagebedrijf? Hier graag wat input van jullie. Wat komt er binnen? Wat komt van buiten de bedrijfsomgeving, die bedrijfsomgeving binnen op de werkvloer, op het hele operationele niveau? Zeg maar de fabriek. Half fabrikaten en staal. Staal is al iets concreter. Hoe komt dat staal binnen? Ja, dat is dan de logistiek. En waar ik even aan denken was, van, zijn het stalen platen? Zijn die deuren al voorgeplooid? Rollen. Okay, er komen stalen rollen binnen. Dat is een object, een item dat de bedrijfsomgeving binnenkomt. Wat nog? Denk aan zo'n assemblagelijn van een autofabrikant. Pardon? Banden, een heel goed ander voorbeeld, ook heel concreet. Banden, wat nog? Invoer, dat betekent het komt van buiten de bedrijfsunit, van buiten de omgeving. We hebben stalen rollen, banden. Informatie. Informatie, dat is een goeie. En wat dan? Welke informatie? Maak het concreet. Ook dat wil ik in de opdracht die jullie gaan maken. Maak het concreet. Dus de opdracht gaat over een hogeschool. Informatie is in onze informatiemaatschappij heel vaak een goed antwoord op een vraag. Maar maak het nog even concreet, want ik weet dat je dat kan.
De wensen van de klant. Laten we het even een klantenorder noemen. Inderdaad. Samen met die stalen rollen, met die banden en met de wens van de klant heb je al iets om aan het eind een auto af te leveren. Wat nog? Ik wil nog wat voorbeelden van invoer. Materialen. Boormachines bijvoorbeeld. Robots die heel veel gebruikt worden in auto-assemblagebedrijven. Wat nog? Dat is een hele goeie van die boormachine, omdat dat maakt geen deel uit van het eindproduct, maar het is wel iets dat je ontegensprekelijk nodig hebt om het eindproduct te vervaardigen. Wat nog? Misschien is het wel de natte droom van elke ondernemer om een transformatie voor de volle 100% te automatiseren. Maar je hebt ook werknemers nodig. Ook die komen van buiten de bedrijfsunit. Ze zijn niet eigendom van het bedrijf. Zijn er nog andere elementen? We hebben de stalen rollen, we hebben de banden, we hebben de wensen van de klant als een voorbeeld van informatie. We hebben machines die we nodig hebben om in te zetten tijdens het productieproces. En we hebben werknemers. Nog voorbeelden? Ontwerpen bijvoorbeeld. Het design van een nieuw model. Kan binnenkomen van een ingenieursbureau, van een architectenbureau, die een nieuw model van een bepaalde wagen hebben ontworpen. Komt allemaal binnen. Op dat moment gaat er eigenlijk een heel proces spelen. Op dat moment weet elke ontvanger van die informatie, van die banden, van die designs, wat daarmee moet gebeuren en kan eigenlijk de transformatie gaan plaatsgrijpen. Hoe ziet zo'n transformatie in een autobedrijf er nou uit? Wat gebeurt er met dat klantenorder en die stalen rollen? Wat hebben die met elkaar gemeen? Hoe staan die in relatie tot elkaar? De klantenwensen bepalen hoe de auto eruit komt te zien. Worden uit die stalen rollen bijvoorbeeld vierdeurswagens of tweedeurswagens gemaakt? Wordt het een bestelwagen of wordt het een personenwagen? Je gaat zien dat er altijd een relatie bestaat tussen al die inputs, al die items, al die objecten die van buiten het bedrijf binnenkomen. Zie je nog dergelijke relaties? Andere? Ik ga even naar deze kant van de klas. Wat gebeurt hier? Die machines, zilver, staal, vervaardigen. Vervaardigen niet echt, maar wel om te beginnen snijden wellicht. Snijden, pletten, misschien terug stukken aan elkaar lassen. Dat gebeurt met de machines die inderdaad nodig zijn voor het productieproces. Gebeurt allemaal hier. Wat krijgen we aan het einde van de rit? En zo is het heel letterlijk in een auto-assemblagefabriek. Aan het einde van de band, je hoort dat in het nieuws ook wel vaak, er rollen per dag 800 of 8000 auto's van de band. En dat gebeurt bijna heel erg letterlijk van de band rollen in een autofabriek. Dat is de uitvoer. En op een bepaald moment rijdt iemand die wagen over het testterrein en parkeert die klaar om opgepikt te worden door een vrachtwagen die de auto vervolgens naar een dealer brengt. Dat is de uitvoer. Nu, dit wat je hier hebt gedaan voor een auto-assemblagebedrijf, kun je eigenlijk op alles toepassen. En eigenlijk zou je dat zelfs kunnen toepassen op je eigen lichaam. Kun je ook eens bij nadenken. Wat is input? Wat is transformatie? Wat is output? Dat kun je ook toepassen op je eigen leren. Wat is de input die ik gebruik om mijn diploma te halen? Wat doe ik daar allemaal mee in mijn hoofd? Of wat doe ik daarmee in samenwerking met anderen? Of in samenwerking met docenten? En wat lever ik op? Dus je gaat zien dat je het steady state model hier op zijn meest operationeel niveau
eigenlijk op alles kunt gaan toepassen. En hoe meer je die oefening gaat maken, en ik vraag je voor donderdag de oefening te maken voor een onderwijsinstelling, hoe handiger je daarin wordt en hoe meer je het ook zult kunnen gaan toepassen op situaties die je nu misschien nog vreemd zijn. Dus gewoon even nadenken, wat komt erin van buitenaf? Wat doe ik daarmee, of wat doet mijn team daarmee, of wat doet mijn organisatie of mijn bedrijf daarmee? En wat levert dat op? En in een commerciële omgeving levert dat natuurlijk bij voorkeur iets op waarvoor een ander weer bereid is om geld te betalen. Betekent dat dat alle uitvoer geld moet genereren? Niet direct. Denk bijvoorbeeld aan zorginstellingen waar de uitvoer kan zijn het feit dat mensen in een ziekenhuis terug gezond worden verklaard of genezen worden. Daar is de transformatie, de omzetting zeg maar, van een zieke persoon naar een gezonde persoon. Ik ga het iets complexer maken. Auto-assemblage, daar kunnen we ons niet bij voorstellen. Bij een airline company hopelijk ook nog. Maar wat is daar invoer, transformatie en uitvoer? Wat is de input, de invoer voor een airline company? Reizigers. Een heel belangrijke. Wat nog, zeg maar? Ook medewerkers, die ga je heel vaak terug tegenkomen. De piloten, de hostessen, het grondpersoneel. De mensen die instaan voor de bagageafhandeling. Wat nog? Pardon? Brandstof. Een hele goeie. Daar stelt zich bijvoorbeeld al de vraag, brandstof komt van buitenaf, wanneer ga ik hem inkopen? Zeer belangrijke, operationele, zo niet strategische beslissingen die je moet nemen. Gaat die morgen duurder zijn dan vandaag? Of net niet? Wat nog? Vliegtuigen. Anders geen passagiers die je door de lucht kunt vervoeren. Waaruit bestaat die transformatie? Dat mag je gerust kort en bondig houden. Pardon? De reis, ja, noem het reis. Iets algemener, niet noodzakelijk iedereen gaat op reis, maar wat iedereen nood aan heeft of waar iedereen iets voor betaalt. Om van A naar B te kunnen. Het kan zijn voor een familieuitstap, het kan zijn voor een business trip. De verplaatsing, dat is eigenlijk waar je voor betaalt. De uitvoer is, waaruit bestaat de uitvoer? Zou eigenlijk kunnen voortgaan op uw voorbeeld van A naar B. Op bestemming zijn. Aankomen op plaats B. Dat is eigenlijk het steady state model op zijn operationeel niveau toegepast voor een dienstverlenend bedrijf, in dit geval een luchtvaartmaatschappij. Alvorens ik voortga, wil ik nog één voorbeeldje hebben. Dat van jullie komt, ligt het even kort toe. Je mag zelf kiezen of je een productiebedrijf neemt of een dienstverlenende onderneming. Waarbij je dit even toepast. De heren achteraan. Ik zou het niet weten zo snel. Een voorbeeld. Oeh, dat wordt een moeilijke opdracht voor donderdag. En toch geloof ik dat niet. Omdat er voorbeelden legio zijn als je maar een beetje om je heen kijkt. Kijk gewoon naar eender welke organisatie of bedrijf waar je dagelijks passeert. De Albert Heijn, het openbaar vervoer, de HZ, je telecomprovider. Op elk van die organisaties kun je dit model gaan toepassen. Ik ga de oefening niet voor jullie doen, doe ze eens voor jezelf. En op zijn minst één oefening voor de HZ voor aanstaande donderdag. Ik ga even inzoomen op wat hier erbij staat. Bij de invoer en bij de uitvoer zie je een cirkeltje. Daar staat coderen. Wat betekent coderen? Coderen betekent gewoon dat je eigenlijk op wat je gaat invoeren
een label, vaak heel letterlijk een sticker, gaat kleven, waarmee wordt aangegeven wat het is en mogelijk ook wat de bestemming is. Bijvoorbeeld, je krijgt die banden binnen. Het zijn zulke grote banden. Dan zijn ze waarschijnlijk niet voor een personenwagen. Dan zijn ze voor een tractor, voor een vrachtwagen. Misschien nog wel een bijzonder type vrachtwagen of tractor. Die worden gelabeld. Dat is de codering. Zijn jullie gecodeerd op de HZ? Ben ik gecodeerd? Wat is jullie codering? Jullie studentennummer. Want op basis van het studentennummer kan ik heel wat achterhalen. Ik weet wanneer je je studie hebt aangevat. Ik weet welke opleiding volgt. Ik weet welke vakken je hebt afgelegd. Waarvoor je nog studiepunten ontbreekt. Of je al een workplacement hebt gedaan. Mogelijk zelfs met welke groepen je hebt samengewerkt. Enzovoort, enzovoort. Dat is codering. Een codering is iets ook dat kan opgeslagen worden in een data warehouse. In een data management systeem. Je kunt die banden zelf niet opslaan. Maar je kunt natuurlijk wel een code opslaan in het systeem, in de databank, die overeenstemt met die sticker op die banden of op de palet met het product dat is binnengekomen. Wat we zien is dat soms wordt een lot gecodeerd, bijvoorbeeld dat lot van 100 banden. Soms kan het zijn dat elke band afzonderlijk gecodeerd wordt. Je zou je kunnen voorstellen dat in een auto-assemblagebedrijf dat ze daar altijd werken met lotten van 100 banden, terwijl een auto garage misschien werkt met band per band. Waarom? Omdat de ene waarschijnlijk honderden auto's in één keer aan de dealers doorverkoopt en de andere band per band verkoopt aan de mensen die winterbanden komen opleggen. Coderen. Je ziet dat ook hier terugkomen. Waarom? Hetzelfde verhaal eigenlijk. Op het moment dat die wagen is afgewerkt, staat er een witte sportwagen op de parking van het bedrijf. Waar moet die naartoe? Wie komt die ophalen? Is die voor het binnenland bestemd of is die voor export? Moet er nog iets mee gebeuren? Moet er misschien belettering op komen als die gekocht is door een bedrijf? Moet die naar een leasemaatschappij of is dat voor een particulier doeleind bestemd? Dat kan allemaal in de codering van het eindproduct worden opgenomen. Codering. Zorgen dat dat product dat je binnenhaalt en het product dat je aflevert, dat je dat kunt terugvinden, dat je dat herkent en dat je dat eigenlijk via zijn code kunt stockeren in je data warehouse. Op de luchthaven is dat heel helder. Iedereen die gevlogen heeft, die weet dat je daar van die streepjescode rond je valies krijgt of rond je rugzak. En op basis van die code, dames, kunnen jullie even de aandacht erbij houden, alsjeblieft. Dat je precies op basis van die streepjescode heel snel je bagage kunt terugvinden. Of dat het systeem alleszins weet, want dat is vaker het probleem. Ik hoor ze heel snel bagage terugkrijgen. Dat is niet altijd het geval. Klopt, dat is niet altijd het geval. Nochtans weet men heel vaak wel precies waar de bagage is, maar is de logistiek om ze dan terug bij jou te krijgen een groter probleem. Men zal je wel kunnen zeggen, ja, je bagage is achtergebleven in Zuid-Afrika, maar we weten nog niet met welke vlucht dat hij mee naar Nederland kan komen. Hier zie je nog twee kleine vierkantjes die zowel bij de uitvoer als bij de invoerzijde terugkomen. En daar staat uitval en buffer in die volgorde aan de invoerzijde. Buffer en uitval in die volgorde aan de uitvoerzijde. Wat zou uitval kunnen zijn? Denk even aan de banden. Laten we even dat als voorbeeld nemen. We kunnen dat de hele les aanhouden. Een kapotte band. Het kan zijn, of het zal zeker zo zijn, dat dat lot met die banden dat de autofabriek binnenkomt, dat dat een inspectie doorloopt. Dat kan misschien manueel of visueel zijn. Dat kan misschien elektronisch zijn. Maar in ieder geval, als de kwaliteit niet volstaat, als de band niet aan bepaalde normvereisten voldoet, ik gebruik even bewust het woord normvereisten, houd dat even in het achterhoofd, want ik kom daar later op terug, dan gaat hij eruit. Dan wordt hij niet mee opgenomen in het productieproces. Wat is buffer? Voorraad.
Ja, het is een vorm van voorraad. Ja. Ik zou zeggen, het is een voorraadvorming die liefst zo kort mogelijk gehouden wordt. Nee, maar die bepaalt eventueel wel de maximale capaciteit. Dat wel. Daar kom ik dadelijk even op terug. Pardon? Die komt uit de uitval. Nee, nee. Kijk, de pijl loopt zo. De buffer wordt gevuld hier aan die kant. Na de uitval. Wat uitvalt, is weg. In de realiteit gaat hier eigenlijk een ander proces aangesproken worden. Men gaat misschien die banden op elkaar stapelen die stuk zijn. En dan moet er iets mee gebeuren. Dan komt waarschijnlijk een afvalverwerker. En die komt die ophalen. Of misschien komt de bandenleverancier die wel zelf ophalen. En is dat onderdeel van de dienstverlening naar de autofabriek toe. De buffer is eigenlijk een zo kort mogelijke voorraad of een zo beperkt mogelijke voorraad, zeker in auto-assemblagebedrijven, waar men just-in-time tracht te werken, want voorraad kost. Elke band die je in voorraad hebt liggen, die heb je moeten betalen. Die kost. Als je dus duizenden banden in voorraad hebt liggen, dan heb je honderdduizenden euro's die je niet als werkkapitaal kunt gebruiken in je onderneming. Nu, die buffer is wel nodig, omdat er hier van alles kan gebeuren. Er kan een robot even stuk zijn. Er kan een robot even onverwacht een onderhoud zijn. Die banden die blijven maar toestromen. En het is werkelijk zo, in een auto-assemblagebedrijf komen die vrachtwagens aangereden. Die willen daar ook niet de hele namiddag op de parking staan. Die lossen hun banden en er moet iets mee gebeuren. Kun je ze niet meteen gebruiken in je transformatieproces om te monteren op wagens die in aanbouw zijn, dan moet je ze ergens bufferen. Dat is buffer. Ik wil even terugkomen op het voorbeeld van de brandstof. Dat kwam van u, hè? Brandstof kun je ook bufferen, de vliegtuigmaatschappijen. Maar daar zullen soms ook strategische beslissingen genomen worden. Dat men gaat zeggen, kijk, we hebben nu brandstof ingekocht die eigenlijk volstaat voor de komende 3 maanden. En het zou eens kunnen dat dat geen bufferstok wordt, maar zeker een strategische stok. Of een strategische voorraad die men gaat aanleggen. En nu maak ik even een zware uitstap uit deze cursus. Naar aanleiding van het havenbezoek dat ik met IBM-studenten heb gedaan naar Antwerpen vorige week. Als een bedrijf dergelijke gigantische hoeveelheden brandstof aankoopt, die gaan die niet zelf stockeren. Dat zal waarschijnlijk ook niet toegestaan zijn om op Schiphol honderdduizenden liters kerosine zomaar te stockeren. Voor als je ze binnen 3 maanden nodig hebt, dan worden die weer bij een ander bedrijf gestockeerd, maar die is wel van jou. Jouw werkkapitaal zit erin. Dat is dus de buffer. Laten we even beschouwen als de voorraad die aangroeit op het moment dat het transformatieproces eventjes de nieuwe invoer niet kan opnemen en die meteen wordt aangesproken van zodra hier alles terug rimpeloos loopt. Wat is dan buffer en uitval hier? Wat is de buffer in het geval van de auto-assemblage? Pardon? Tien jaar geleden zou je gelijk hebben gehad. Of misschien 20 jaar geleden. Nee, waarom zeg ik dat? Omdat vandaag de dag elke auto die geproduceerd wordt verkocht is. Vandaag de dag worden nauwelijks nog auto's geproduceerd die niet een klant hebben. Voorheen wel. Schatten men in, wij kunnen ongeveer 50.000 auto's aan de man brengen. Dus we gaan onze productie zodanig plannen dat wij 50.000 euro's per jaar van de band laten rollen. En dan had je inderdaad dat geval wat jij zegt. Van, we zitten hier met 500 auto's. We hebben voor een blauwe kleur gekozen die niemand wil hebben. Heel jammer. We gaan even de buffer in. We worden later waarschijnlijk aan discount price verkocht. Ik kom dadelijk naar uw opmerking. Om even af te ronden wat u zei. Het kan wel zijn dat een auto die al verkocht is, nog niet wordt opgehaald door de dealer. Omdat die bijvoorbeeld geen capaciteit in zijn showroom heeft. Die belt naar het auto-assemblagefabriek. En die zegt, ja, ik wil die auto's wel hebben, maar ik kan ze eventjes niet kwijt. Mag ik ze even bufferen bij jou? Dat kan wellicht, gaat u waarschijnlijk ook wel een prijs voor betalen. Ja, ik dacht inderdaad, als die auto's aan het rijden rollen en die is inderdaad al verkocht, wat je net zegt. Ja, dan kan het altijd zijn dat er eens een keer iets kapot is, dat ze misschien daar een klein buffertje hebben gebruikt. Dat ze dat misschien daarvoor gebruiken, zeg maar. Eigenlijk niet vandaag. Waarom? Omdat zeer weinig auto's identiek zijn.
We zien dat klanten heel veel optiemogelijkheden hebben. En eigenlijk is er niet zo makkelijk, ik zeg niet dat het nooit kan, hè, maar het is niet zo makkelijk om te zeggen van, god, helemaal aan het einde, net als we die wagen, de vrachtwagen oprijden, misschien botsen we tegen de vrachtwagen, doen we een beetje onzorgvuldig, waardoor die eigenlijk niet naar de klant kan. En dat je zou gaan kijken van, is er geen andere die we in de plaats kunnen leveren? Het zal moeilijk worden. Je kunt misschien wel contact nemen met de klant en zeggen van, nou weet je wat, jouw auto is beschadigd. We hebben wel een gelijkaardig model met gelijkaardige opties en we geven je €3000 discount. Is dat oké? Okay? Zo wordt dat meestal dan afgehandeld. Buffer en uitval. Wat is uitval? Ja, als je hier ontdekt aan het einde van de rit dat je auto helemaal niet aan de kwaliteitsnormen voldoet, dan heb je een groot probleem, omdat het zo'n duur productieproces is. Ik bedoel, dan heb je al heel veel geld in die auto gestoken. Om dan te merken dat die definitief uitvalt, dat zal waarschijnlijk niet vaak gebeuren in een auto-assemblagebedrijf. Wat wel zou kunnen, zijn die banden van er straks. Dat die niet door het kwaliteitsproces komen. Wat wel zou kunnen, is dat je uitval hebt van deelcomponenten. Maar eigenlijk vallen die hier al uit. In het geval van een auto-assemblagebedrijf. Ik geef je even het voorbeeld van de koekjesfabriek uit het boek. Daar is het productieproces veel goedkoper natuurlijk dan van een auto. En dan kun je je voorstellen dat een auto niet wordt op kwaliteit gecontroleerd aan het einde van de rit, maar stelselmatig, telkens er eigenlijk een nieuwe component aan toegevoegd wordt. Bij een koekje kun je je voorstellen dat het water en de eieren en de melk en de zout en het suiker en dergelijke, dat men zegt, oké, we maken dat hele koekje. En aan het eind zien we wel of het netjes in de verpakking ligt en doen we een steekproef om eventueel te laten proeven of de smaak inderdaad die is wat we willen hebben. En is het dan niet zo, dan kan het gebeuren dat een hele container met koekjes uitvalt, vernietigd wordt of misschien via een ander kanaal in dierenvoeding verwerkt wordt of iets dergelijks. Zijn hier vragen of opmerkingen bij? Heb je ook uitval in dienstverlenende bedrijven? Of bestaat dat niet, een dienstverlenende bedrijven uitval? Tuurlijk wel, hoor ik. Kun je een voorbeeld geven? Als je advies geeft, niet elk advies dat is goed genoeg. Mooi voorbeeld. In een advocaten- of een verzekeringskantoor bijvoorbeeld, heb je ook kwaliteitscontrole. Het kan zijn dat adviezen worden opgesteld om eigenlijk verkocht te worden aan een klant. En dat aan het einde blijkt van, god, dit kunnen we echt niet maken. Ik bedoel, hier zitten een aantal elementen in die onvoldoende diep zijn uitgewerkt om als zodanig aan de klant over te maken. Het kan zijn dat je uitval krijgt. Misschien ga je terug bijsturen, dat kan ook. Maar het zou zelfs kunnen dat je zegt van, nee, we gaan het helemaal anders aanmaken, aanpakken. Eigenlijk is het steady state model zodanig algemeen dat je voor elke organisatie, voor elk proces, dit kunt gaan invullen. En als je ooit in een organisatie werkt, een commerciële organisatie, of in een non-profit organisatie, of elders, dit hoor je volledig te begrijpen voor je eigen organisatie. Dit is de kern van wat je organisatie doet. Hiermee beantwoord je ook wat je nodig hebt. Hiermee beantwoord je aan welke standaarden en welke kwaliteitseisen je organisatie moet voldoen. Ik bedoel, als je dit weet, kun je die vragen beantwoorden. Dat is heel erg belangrijk. Als je ooit gaat solliciteren bijvoorbeeld en je leest je in de organisatie waarvoor je wilt gaan werken, neem dit er eens bij. Kijk eens of je voor jezelf al een goed beeld kunt vormen van wat doen die eigenlijk? Wat gebeurt daar in die organisatie? Wat hebben zij nodig? Wat leveren zij af? En die job waarvoor ik solliciteer, hoe past die daarin? Zit die nogal dicht hier bij de aankoop? Zit die dicht bij de verkoop? Zit je dicht bij de administratie, bij de afhandeling, bij de productie? Dan krijg je een goed beeld van de organisatie waarvoor je gaat solliciteren. En ook van de job in die zin dat je er misschien wel achter komt dat het echt de job van je leven is. Of net helemaal niet. Gewoon door die oefening te doen. Vragen of opmerkingen hierbij? Ik zei daar straks dat model. Ik ga je dat op 3 niveaus laten zien, operationeel, tactisch en strategisch. Op het operationeel niveau wordt eigenlijk gewoon een draaiboek gevolgd.
Die onderdelen van die auto komen binnen en die auto's worden gemaakt overeenkomstig de designs die er liggen. Een operationele medewerker die gaat ook de beslissingsbevoegdheid niet hebben om te zeggen van god, die banden, eigenlijk is het toch niks voor die auto. Dat gaat toch niet samen? Dat is een sportwagen en we hebben daar zo van die plompe banden bij. Ik ga daar andere banden op zetten. Kan slim zijn om dat te doen, maar die beslissing gaat niet op operationeel niveau genomen worden. Wat ik je nou zeg, dat is een beslissing die op hoger niveau wordt genomen en die meteen wel van invloed kan zijn wat hier gebeurt. Mogelijk, als die werknemer dat aankaart met iemand die op tactisch niveau het bedrijf aanstuurt, kan het zijn dat het inderdaad het gevolg heeft dat men zegt, weet je wat? We gaan de klanten inderdaad in de toekomst de keuze bieden bij het configureren van een wagen, of hij die plompe banden wil hebben, dat gaat men commercieel zo niet vertalen wellicht, of dat hij toch liever die iets duurdere sportbanden heeft, die naar ons inzien beter aansluiten bij het model van die wagen. Maar het gebeurt dus niet op operationeel niveau. Er is geen operator die in zijn hoofd zal halen om zelfstandig te beslissen van goh, hier staat eigenlijk dat ik die banden op die wagen moet monteren. Ik ga dat niet doen, ik ga ander nemen. Ik ga een groot probleem krijgen met je operationele chef. Dit was het operationeel niveau. Ik ga eentje hoger. Naar het tactische niveau komt het meten, het regelen en het bijsturen naar bij kijken. En even terug naar onze auto-assemblagefabriek. Aan het einde wordt gemeten of inderdaad alle onderdelen erop zitten. Wordt ook gekeken of de order van de klant, dat is iets wat eigenlijk altijd gebeurt, of het nu over complexe producten als auto's gaat of over koekjes, of dat overeenstemt met wat daar wordt afgeleverd. Zeg maar met de bestelbon of die overeenstemt met uw leveringsbon. Wordt eventueel bijgestuurd als dat niet zo is. En ga je terug het transformatieproces in. Bijvoorbeeld even aan de auto denken. Denk even met me mee. Wat zou een voorbeeld kunnen zijn waardoor een auto niet uitvalt, niet in een buffer terechtkomt, maar dat er iets wordt vastgesteld waardoor die eventjes terug het transformatieproces ingaat en vervolgens wordt geleverd. Ik ben nou ter plaatse iets aan het verzinnen. Bijvoorbeeld, vanaf 1 november leveren we al auto's met winterbanden. Dat zou een norm kunnen zijn in een bedrijf die vastgesteld is. Alle wagens die op de parking terechtkomen vanaf 1 november dienen van winterbanden te worden voorzien. Dus een vergetelheid die heeft plaatsgevonden ergens in het productieproces, waardoor er toch zomerbanden op die wagen zijn gemonteerd aan het begin van de dag op 1 november. Dat wordt hier vastgesteld. Men meet, dat betekent men checkt met de standaarden die op dat moment moeten toegepast worden. En men ziet zomerbanden 1 november, dat kan niet. En men gaat eigenlijk die terugsturen naar het transformatieproces. Iemand gaat die zomerbanden demonteren, winterbanden monteren en die auto komt terug in de parking. Dat is een voorbeeldje eigenlijk van een meetproces van een kwaliteitscontrole. Een voorbeeld van jullie. Denk even aan de airline company. Bagage op de verkeerde plek geleverd. Gaat weer terug en dan wordt het opnieuw geleverd. Ja. Als dan het item bagage beschouw. Ik was even aan het denken aan het item passagier en ik probeer even die link te leggen. Dan klopt het inderdaad, als we even naar bagage kijken, naar de valies, naar de rugzak. Die komt toe ergens in Kuala Lumpur, maar er staat op, eigenaardig genoeg, AMS, Amsterdam. Nou, dan wordt er heel snel beslist dat die eigenlijk daar niet thuis hoort. Dat die terug eigenlijk in het circuit moet van IATA, van de luchtvaartmaatschappijen. En dat die terug moet op een vliegtuig dat naar AMS, naar Amsterdam vliegt. Inderdaad, kan een goed voorbeeld zijn. Andere voorbeelden nog? Wat hier gebeurt, dat is het regelorgaan. Dat kan bijvoorbeeld de planner zijn, die bepaalt wanneer er zomer- en wanneer er winterbanden worden gelegd. Heeft meteen impact op wat er hier operationeel gebeurt. Ik
Probeer jullie een ander voorbeeld te geven van een regelorgaan. Want daar kunnen regels worden bijgesteld en die hebben meteen impact hier. Stel bijvoorbeeld commerciële acties. Commerciële acties voor een airline company. Waarbij men zegt, als je tussen nu en volgende week boekt, dan krijg je dezelfde catering service als eerste klas passagiers. Dat zou een commerciële actie kunnen zijn. Boek nu aan de normale prijs voor economy flights. Maar als je het nu deze week doet, want men heeft een hele hoop lege zitjes, dan krijg je dezelfde voeding aangeboden aan boord en dezelfde service in je economy seat, dezelfde drankjes, zeg maar, dezelfde hapjes, als eerste klasse passagiers. Wat is de impact hiervan hier? Als dier in het regelorgaan dat wordt beslist. Dus de commercieel manager neemt die tactische beslissing. Die zit met lege zitjes voor volgende week en die denkt van, god, ik moet die vol krijgen. Welk trucje gaan we straks toe te passen? En je denkt, ik heb iets nieuws gevonden. Hoe heeft dat meteen hier impact op? Is het voorbeeld helder? Wat is de impact van die commerciële actie? Hier in het regelorgaan wordt gezorgd dat alle zitjes volzet zijn. Dat is eigenlijk wat die commercieel verantwoordelijke moet doen. Die moet eigenlijk zorgen dat bij KLM en dat bij Air France, bij Brussels Airlines, alle zitjes op elk moment vol zijn. Dat is eigenlijk die zijn verantwoordelijkheid. En die kan een aantal tactische beslissingen nemen, zoals ik net een voorbeeld geef. Wat is de impact van die tactische beslissing? Hier. Zou er meer reactie komen als er een tentamenvraag is? Als ik dit nou op tentamen stel, wat schrijf je dan neer? Transformatie veranderd. Dan ga je niet veel punten voor krijgen. In die zin dat ik op tentamen altijd concrete voorbeelden, concrete antwoorden wil hebben. Wat gebeurt er concreet? Met het hele bedrijf eigenlijk. Iedereen die nu boekt van Amsterdam naar eender welke bestemming van KLM, die krijgt dezelfde hapjes en drankjes aangeboden in zijn economy seat als de eerste klas passagiers. Ja? Ik had een vraag, verandert dan niet ook de invoer een beetje meer eten moet doen? Tuurlijk wel. Tuurlijk gaat hier iets veranderen. Want die zeggen, allemaal goed en wel, maar wij zijn vertrouwd in de cateringafdeling om voor die vlucht, zeg maar, 100 maaltijden eerste klas voor te bereiden, klaar te maken. Nu moeten we er 300 voorbereiden. En daar zit zalm in. En die economy flyers die krijgen normaal geen zalm. Veel te duur. Dus inderdaad, dat heeft ook weer impact hier. Op wat er wordt aangekocht bij de visboer aan het einde van de supply chain eigenlijk. Nog ander, het is een goed voorbeeld. Dus de aankoper die hier operationeel werk verricht, die doet niks anders dan eigenlijk ingrediënten inkopen. Hij is verantwoordelijk voor de catering. Die krijgt ineens op zijn bordje een bestelling die 200 extra stoelen zijn per vliegtuig. Dus die moet zijn hele aankoop met de vismijn gaan aanpassen. Nog andere voorbeelden. Wat zou er nog kunnen veranderen? Extra personeel. Misschien extra personeel. Zou best kunnen. Want als ik me niet vergis, bij KLM ook, wordt het eerste klasse, is dat niet in zo'n doosje en is dat allemaal ter plaatse eigenlijk apart opgewarmd. Heb je meestal ook meer keuze. Heb je meestal meer hoeveelheden, kun je bijvragen. Dus het zou wel eens kunnen dat als je dat binnen de vluchttijd moet bediend krijgen, dat je meer personeel nodig hebt. Best mogelijk. Nog één ander voorbeeld? Ja? Zegt u maar. Het zou kunnen dat je meer cabinepersoneel nodig hebt om die luxe maaltijden te verdelen en voor te bereiden. Het zou kunnen dat je aankoop van de producten er helemaal anders uitziet. Nog een ander voorbeeld? Denk erover tegen donderdag. Ja, zeg het maar. Uitstel, omdat je dan dat
als je dat zit al ingeklopt, dan... Een hele goeie. En dat is ook iets waar mensen zich op de werkvloer heel vaak aan ergeren. Zo van, verdorie, ik heb alles zo goed voorbereid, ik heb mijn bestelling op tijd geplaatst, en nou beslist men daar hogerop, zo wordt dan gezegd, dat we meer luxe maaltijden moeten gaan bereiden. Wat moet ik nu met die, zeg ik iets goedkoop van voeding, goedkope vis in vergelijking met zalm? Potvis? Nee, potvis niet. Makreel, laten we even makreel nemen. Goed. Wat moet ik met al die makreeltjes doen? Ik mag die niet op het bord leggen van een luxe maaltijd. Ik krijg uitval. Dus die tactisch manager, die kan zijn zeetjes wel gaan vullen. Maar is die er zich van bewust welke uitval zijn beslissing tot gevolg heeft? En dan moet je gaan rekenen. En daar komt business intelligence om de hoek kijken. In die zin, hoe meer je daarvan bewust bent, van die relaties en van de cijfers, hoe meer die tactisch commercieel verantwoordelijke ook kan gaan berekenen wat is de verwachte meeropbrengst van mijn beslissing. Misschien vliegt mijn vliegtuig inderdaad vol. Dames, heren. Misschien vliegt mijn vliegtuig wel vol, maar zijn de indirecte kosten die met mijn beslissing gepaard gaan zodanig hoog, ja, dat het eigenlijk niet meer winst oplevert. Integendeel. Goed, dank u voor die voorbeelden. Ik blijf even bij de luchtvaartmaatschappij, want ik wil even nog één stapje hoger gaan, namelijk naar het strategische niveau. En wat zien we daar? Helemaal rechtsbovenaan, ik heb het woord norm. Oké, heren, kan ik voortgaan? Dames, mag ik voortgaan? Ik heb het woord norm al even laten vallen. Want de normen die gehanteerd worden in een bedrijf, die worden meestal op strategisch niveau genomen, zeg maar door de hoogste bazen ook. Die commerciële vrijheid bijvoorbeeld, die intact is, commercieel manager zich kan veroorloven, die zal ook daar vastgelegd worden. Maar normen gaan ook verder. In die zin dat een bepaalde luchtvaartmaatschappij zo als norm kunnen hebben, wij bedienen alleen Europese bestemmingen. Dat zou een norm kunnen zijn. Dus die commercieel manager, die mag het wildste idee hebben voor een commerciële actie op Kuala Lumpur, dat heeft geen enkele zin. De norm is, de business vision is, we vliegen alleen op Europese bestemmingen. Wil dat zeggen dat dat altijd zo zal zijn? Nee, natuurlijk. Want net door de wijzigingen in het maatschappelijke landschap kan dat wijzigen. Heren, denk bijvoorbeeld aan de opkomst van Azië en China. Nu zijn er veel meer maatschappijen die op Azië vliegen, die daar voorheen nooit aan gedacht hebben. Precies daarom. Waar zijn die beslissingen genomen? Laten we ook eens op China vliegen. Niet hier, op het operationeel niveau. Stel je voor een piloot zegt van, god, ik moet naar Moskou, maar ik ga doorvliegen tot Beijing. Want ik denk dat mijn passagiers dat geweldig zouden vinden. Nou, je kunt je voor inbeelden dat geen enkele passagier dat zo geweldig zou vinden. Dus dat gebeurt ook niet. Tactisch niveau heb ik je net ook gezegd van, kijk, als Azië geen doel is voor de onderneming op zich, het bedienen van de Aziatische markt, als er geen geloof is dat daar winst kan gemaakt worden, dan zal een commercieel verantwoordelijke op tactisch niveau ook geen acties gaan uitwerken voor Azië. Dat zal pas gebeuren als het topmanagement op strategisch niveau gaat beslissen van kijk, we gaan niet langer alleen Europa bedienen, maar het hele Europees-Aziatische vasteland. En hiermee heb je meteen het verschil tussen de drie niveaus, operationeel, tactisch en strategisch. De tekening die je hier ziet, is eigenlijk een bundeling van de verschillende tekeningetjes die in hoofdstuk 2 aan bod komen. Dus ik heb dat hier trachten te bundelen in één enkele oogopslag,
Maar het is hetzelfde als uitvoerig wordt beschreven in het handboek. Nog één woordje moet ik misschien toevoegen, evalueren. Die normen die je hanteert, die worden natuurlijk voortdurend geëvalueerd op strategisch niveau. Denk bijvoorbeeld maar aan de conflictzones in de wereld. Daar wordt voortdurend geëvalueerd, gaan we op bepaalde landen nog vliegen of niet? Of meer, of minder, of bepaalde steden wel nog en andere niet meer. Of alleen nog maar dagvluchten en geen nachtvluchten meer. Dat zijn allemaal aanpassingen in een normdatabase, zoals dat in hoofdstuk 2 is beschreven. Heren en dames, hebben jullie nog vragen hier bij het steady state model? Dit is het steady state model, toepasbaar op elke organisatie. Nog even jullie aandacht. Mijn vraag aan jullie om dat voor te bereiden op een model van een hogeschool onderwijsinstelling tegen aanstaande donderdag. Dank u voor uw aandacht.